McLaren had Nyck de Vries in de auto van Alonso moeten zetten tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik denk dat we daar redelijk hetzelfde over denken. Ja, dat weet niet wat jij denkt. Ik denk, in ieder geval alles beter dan Button. Dag dames en heren, heel hartelijk welkom. Het is weer tijd voor Slipstream, het wekelijkse Formule 1 en autosportprogramma op het RTLGP YouTube kanaal. En hieronder kunt u zien hoe u zich kunt abonneren. Dan blijft u altijd als eerste op de hoogte zodra we online staan. En als ik het over wij heb, heb ik het natuurlijk over mezelf en Kees van de Grint. Jarenlang actief in de Formule 1 en helemaal jarenlang actief in de autosport van karten tot Formule 1. Alles heeft hij meegemaakt. En over karten gesproken. Jij zei vorige week tegen mij, er komen nog twee Nederlandse talenten aan. Ja, klopt. Ik was in Genk bij het Europees kampioenschap. Ja. En er waren twee jongens, twee Nederlanders van de Helm en van Vught. Ja. Die daar maar zomaar het podium bezetten. Eerste en tweede. Wilhelmus werd gespeeld. Dus prachtig. En talent zit goed in Nederland. Helemaal goed. Over talent gesproken. McLaren had Nyck de Vries in de auto van Alonso moeten zetten tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik denk dat we daar redelijk hetzelfde over denken. Ja, dat weet niet wat jij denkt. Ik denk, in ieder geval alles beter dan Button. Oké. Zo, dus ik weet niet of dat ook jouw mening is. Ik weet niet of het Nyck de Vries moet zijn. Ze hebben nog een paar andere talenten in hun pool. Maar deze affaire met Button vind ik te belachelijk voor woorden. Nou, ik kan het me eigenlijk wel voorstellen, Kees. Want je gaat toch gewoon op zeker. Kijk, is het nou Barcelona of Hongarije of Silverstone? Dan zeg ik ja. Maar ja, jongens, Monaco is toch... Nee, maar Button is een man die heeft afscheid genomen. Ja, hij heeft totaal dit jaar niets te meer aangedaan. Ja, komt nu eventjes in Monaco. Nou ja, misschien Logan straft hij mij woorden en wint hij daar. Maar ik kan het me haast niet voorstellen. Nee, als je serieus bent... Ja, dan neem je één talent uit je pool. En of dat dan Nyck de Vries is. Hè. Al die jongens kennen Monaco. Ja. Live, hè, laat ik zo zeggen. In hun auto's, in hun Renault, in hun Formule 2 auto, wat dan ook. Kennen het. Daar is een simulator. En dan is alles beter dan Button. Ja, dat spijt me. En Button had ook al gezegd, in de simulator heb ik heel veel ronden gereden. Had geloof ik al twee keer in de haven gelegen. Nou ja, goed. Dat zegt ook genoeg. Nee, ik wil de cap. Want wij doen stellingen, daar reageren we op. En u kunt meedoen. Als u zich abonneert op ons YouTube-kanaal, dan kunt u reageren op wat wij te zeggen hebben. En u kunt gewoon zelf een stelling indienen. En uit de RTLGP-shop geven we deze week een cap weg aan degene die de leukste stelling poneert onder ons filmpje. Dus allemaal eerst lid worden en dan een leuke stelling. Dan kun je, wie weet, een Max Verstappen-cap uit de RTLGP-shop winnen. En over stellingen gesproken, krijgen we weer een. De Formule 1 is Monaco ontgroeid. Nee. Nee. Nee, Monaco hoort erbij. We missen al te veel traditionele races. En Monaco, ja, is de bakermat. Monaco. En het allermooiste voor een coureur is Monaco, Indy en Le Mans winnen. Ja. Dus nee, we zijn Monaco zeker niet ontgroeid. Nee, misschien het materiaal wel. Hè. Ik vond het verschrikkelijk om daar te werken. Ja. Maar de race hoort in het programma. Ja, en ik vind ook, als je als Formule 1 coureur in je carrière één race mag winnen... ja, dan moet dat misschien toch wel Monaco zijn. Mensen als in een ver verleden, Beltoise, Jano Trulli, Olivier Panis... die mannen hebben één Grand Prix gewonnen en dat was dan Monaco. Ja, en als het dan een race is die je wint, maar één... Ja. Ja, dan moet het Monaco zijn. Ja, dat klinkt beter dan een Grand Prix van Zuid-Korea, niet? Precies. We komen helemaal aan het eind even over de top 3 van Monaco. Maar toch, voordat we naar andere autosportevenementen gaan... toch even de kansen van Max Verstappen. Ja, die komt op het podium. Oké. Ja, ik ben geneigd te zeggen hij gaat winnen. Nou, hou hem vast. Dat is voor straks. Want we gaan eerst naar de andere kant van de oceaan. Want dit weekend is niet alleen de langzaamste Formule 1 Grand Prix... als je het hebt over gemiddelde snelheid, Monaco... maar ook de allersnelste autorace ter wereld. Namelijk de Indianapolis 500. Ja, Fernando Alonso. Start als vijfde. Hij wil die Triple Crown waar Kees het net over had. Le Mans, Indy en de Grand Prix van Monaco. Wil die winnen. Monaco heeft hij al. Ja,
Nou, Indy, hij start vijfde. Ja, heel goed gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat hij een kans maakt. Ik zeg niet dat hij gaat winnen, maar hij heeft een hele goede kans om dan twee van de drie te hebben. Ja, nou, dus, nou staan wij daar ver vanaf, Kees. Want niet alleen fysiek, maar we zijn niet heel erg thuis in de IndyCar als dat jij in de Formule 1 bent. Iemand die dat wel is Gilles de Ferran. En Gilles de Ferran, volgens mij ken jij hem nog toen hij het Honda Formule 1 team runde. Hij was ooit een waanzinnig talent. Mocht dezelfde dag met een Arrows testen als dat Jos Verstappen in Estoril voor de eerste keer met een Formule 1 auto mocht rijden. Dat ging niet zo heel goed, maar dat kwam vooral omdat hij toen hij de vrachtwagen inliep zijn hoofd stootte en drie hechtingen in zijn hoofd had. Dus dat was einde Formule 1 carrière, is naar Amerika gegaan, is daar waanzinnig succesvol geworden. Heeft ook de Indy 500 gewonnen in 2003 en hij is de persoonlijke coach van Fernando Alonso. Nou, die moeten we toch even bellen, dus die heb ik van de week gebeld. How has the last 2 weeks been? Very interesting. Interesting to be back in the middle of it all. Interesting to deal with an unbelievable talent. So, you say Fernando's an unbelievable talent. Is he even more talented than you thought he would be then? I have always been a fan of his. Actually, to be fair, even before he went to drive for Renault, I remember going to the Brazilian Grand Prix, and I think he was driving for Minardi, and the car obviously wasn't capable of being on pole position or anything like this, but I was watching practice and thinking, this guy's good. And who is that? You know, and that was the one, Fernando Alonso. And then when I was working in Formula One, it was at the time when he was winning the two world championships for Renault. Yeah. So I have always been a great admirer of his craft. Yeah, and to qualify fifth, I mean, to make the Fast 9 and qualify fifth, I mean, that is like a result I assume you were looking for, because, you know, if you want to stay out of trouble, the first 3-4 rows is where you really want to qualify. Yeah, I mean, obviously, you know, from where he is, or even further back, you can win the race. You know, I won the race from 10th position, I think, when I won in 2003. So he certainly win the race from where he is, and he did an amazing job driving the car. But you know what it's like, right? When you were almost there, you want a little more. And and certainly Fernando was capable, you know, of going a little bit further. But we had a few problems in the morning. We had to do a last-minute engine change. And I think that set us back a little bit. But, you know, it was a good effort by the team. By Honda and certainly by Fernando. The car was right on the edge. I hear that. I suppose when you look at Sebastian Bourdais' shunt, you can see what a fine line it is between, I mean, having grip and ending up in hospital in this case. Yeah, you know, qualifying for the Indy 500 in particular, although this is probably one of the most difficult things I have ever done in a racing car. You know, the car, for you to go that fast in qualifying, you have to what we call trim out the car, which is reduce the downforce. And when you reduce the downforce, you reduce the aerodynamic drag. And when you reduce the aerodynamic drag, you go quicker. Yeah. So you're pushing is a little bit of a different problem than you find in a road course, where you're trying to gain as much downforce for as little drag as you can. Here, you know, you're trying to reduce the drag as much as you can, but unfortunately, necessarily, you have to reduce the grip of the car, so you're right on the edge of grip for 4 laps, and it's very, very difficult. You know, the car is really like driving on ice at 230 miles an hour. The car is on the edge of understeer and oversteer all the time. The obvious question, can he win? I think every time you put Fernando Alonso, be, you know,
on something that has four wheels, an engine and a steering wheel, you know, he can win. Dat is duidelijk. Ja, ja. Ja, ik vind het wel interessant wat hij zegt, hè? Een ongelooflijk talent. Ja. Dan weet ik, een eerste reactie is dan een beetje te laat om daarachter te komen. Maar aan de andere kant begrijp ik precies wat hij bedoelt. Want als je met iemand samenwerkt, dan leer je pas waarderen hoe goed iemand echt is. Ja, is dat zoals jij ineens Michael Schumacher waardeerde toen je echt heel dichtbij ze stond bij Ferrari? Ja, precies. Maar zo meerdere rijders, hè, als je natuurlijk iemand ziet. En ik heb dan één jaar met, laten we zeggen, zijdelings met Alonso, toen ik verantwoordelijk was voor alles, toen hij bij McLaren reed. Toen ging ik pas echt waarderen wat hij aan setup en verbetering van de auto gedaan heeft. Dus ik begrijp hem heel goed dat hij zegt, maar hij verandert zijn absoluut toptalent. En als je in de snelste 9 al je binnenrijdt en dan nog 5e, ja, dus het wordt spannend. Ja, wat mij blijft fascineren, Kees, is dat Gilles zegt ook, je rijdt 230 mijl per uur, dat is zeg maar 370 kilometer per uur. Dat is meer dan 100 meter per seconde. En dan heb je een beetje overstuur en een beetje onderstuur. Dat is toch niet te bevatten. Ik bedoel, ik race wel eens afgelopen weekend, reed ik ook 290 kilometer per uur op het rechte stuk op Spa. Vond ik toch wel hard, redelijk doorrijden, maar dit gaat toch... Ja. Nou ja, dat gaat ook, daarom waardeer ik ook zo'n rijder. Ik bedoel, als ik van huis wegrijd, dan moet ik even inkomen in mijn auto op straat. En deze jongens die stappen in en zitten op die snelheden. Ja, daarom zijn zij ook top autocoureur en ik niet. Nee. Nou, we gaan het meemaken. Zoals gezegd, voordat de Indy van start gaat, de langzaamste Formule 1 Grand Prix van het seizoen, de Grand Prix van Monaco, als je het hebt over gemiddelde snelheid. Dat is ook de enige Grand Prix overigens die geen 300 kilometer is, want dat halen ze niet binnen de 2 uur. Wat mij wel intrigeert, wat gaat gebeuren in Monaco, is de Mercedes heeft een wat langere wielbasis dan de Ferrari. En met die korte bochten zijn er mensen die zeggen dat is het voordeel van Ferrari dit weekend. Ja, zou kunnen. In theorie is dat ook zo. Aan de andere kant is het zo dat ik denk dat de Mercedes nog steeds iets sneller is over 1 ronde. Ja. Nou ja, daarmee kan je op de eerste startrij plaatsen. En als je dan breed maakt, dan wordt het toch wel heel moeilijk om daar, laten we zeggen, op de baan in ieder geval te passeren. Hè. Het ligt natuurlijk heel veel in Monaco aan je strategie. Daar heb ik ook een idee over. Ja. Maar theoretisch is het zo dat de kortere wielbasis een klein voordeel zou zijn. Maar nogmaals, het feit dat Mercedes de banden sneller aan het werk heeft voor die 1 of 2 ronden, geef ik toch dat er een Mercedes op de eerste startrij staat. Ja, en dan heb ik van de week tegen iemand gezegd, als je in Monaco van start gaat en je rijdt als eerste richting het casino, heb je 90% al gewonnen. Ja. Toch? Ja. Dat is een punt. Maar dat dan zeg ga je jij natuurlijk niet doen vanaf de vijfde startrij. Juist, maar dan zeg jij strategie. Ja. Nou, wat is in de magische box van Kees de strategie dan? Nou ja, dat ligt er helemaal aan waar je kwalificeert natuurlijk. Ja. Hè? Dus je, Maar ik zou in ieder geval, dat is wel heel, heel rekenwerk, maar ervoor zorgen dat ik in een positie zou komen waar ik langer kan rijden als wie dan ook. Zo, en of dat aan het begin is of aan het eind, dat ligt even afhankelijk van de start. Ja. Hè? Maar je moet zorgen dat je in een positie komt dat je geen verkeer hebt, hè? Of tenminste, dat is niet zo makkelijk uit te kiezen. Maar dat je in ieder geval in staat bent, door middel van je banden, om zo lang mogelijk te rijden. Ja, dus als ik dan even een beetje de teams als Haas, misschien een Renault, misschien een Toro Rosso, misschien zeker een Sauber. Die zouden op de allerzachtste van start gaan, rondje 2-3 binnenkomen en dan de race uitrijden, hopen op een safety car en punten scoren. Is dat een beetje, moet ik zo denken? Nou ja, goed, maar dan moet je ook die safety car geluk hebben. Ja. En nou, ik zou dat niet zo doen. Want je zou het andersom doen. Bijvoorbeeld. Want dat betekent dat je toch eigenlijk een belemmering oplegt. Ja, aan de andere kant, je hebt niks te verliezen van achter, Kees. Dat is waar. Maar je kan ook erop gokken dat je dus juist dan snelheid kan maken. En het zal natuurlijk heel veel eraan liggen hoe je met je banden om kan gaan. Ja. Maar om je meteen al een belemmering op te leggen en zeggen van nou, ik moet naar ronde 2 of 3 naar binnen, zou ik niet doen. Oké. Okay. Dus het beste is om te rijden dat je de mogelijkheden open houden. Ja. En je mensen die de strategie berekenen, die moeten op het juiste moment, hè, of zoals Max recentelijk deed, zelf zeggen ik kom
Ja. En die optie moet je openhouden. Oké, dus ik zeg Sauber in de punten. Want Ruth is mijn favoriet. Die heeft het strategisch altijd voor elkaar. Alleen is het wel een rijder die misschien niet altijd uit de vangrail weet te blijven. Nou, dan is het moment daar gekomen. De top 3. Ja, ja. Nou ja, mag ik eerst wat zeggen? Ja, laat, ja, ik heb namelijk gezegd, de top 3 voorspellen in Monaco is eigenlijk gekkenwerk. Want hoe kunnen we nu voor de race, zelfs voordat er überhaupt gereden is, daar iets zinnigs over zeggen? Nou ja, goed, dat kan ook niet. Hè, maar we spelen dit spel mee. Heel goed. Dus we spelen dit spel mee en we proberen een klein beetje te beredeneren. Dat is in ieder geval de bedoeling. En, maar goed, koffiedik kijken of in die glazen bol, daar geloof ik ook niet helemaal in. Maar ga jij of ga ik? Nou, overigens heb ik van de week ergens anders geroepen. Als u met een oranje bril kijkt, dan gaat gewoon Max Verstappen winnen. Maar jij hebt het over berekenen. Het is 16 jaar geleden dat Ferrari voor het laatst in Monaco gewonnen heeft. En voor die tijd was het ook 16 jaar geleden. Overigens was dat Michael Schumacher, 2001. Dus, als je dan 16 plus 16, dan gaan we er maar vanuit dat Kimi Räikkönen gaat winnen. Dan wordt Max Verstappen tweede en hebben we Sebastian Vettel op de derde positie. Goh, we zijn het bijna eens. Ik zeg alleen dat Hamilton wint. Oké. Okay. Ja, maar ik wilde eigenlijk zeggen, maar dat is te veel van te horen. Max gaat winnen. Ja. Maar laten we zeggen tweede. Maar ik geloof er heilig in dat hij op het podium komt. Okay. Want het is ook 3 keer in scheepsrecht. Ja, daarom. Oké, dus jij zegt Hamilton, Max en Räikkönen. En Räikkönen. Hamilton, Max, Räikkönen. En als we met de oranje bril krijgen, is het go Max! 3 keer in scheepsrecht, niet in de vangrail dit keer. Dat moet toch gaan. Goed, volgende week woensdag weten we of de voorspelling is uitgekomen. Gaan we natuurlijk nog even terugkijken naar de Indy 500 met Fernando Alonso. En vergeet niet jezelf te abonneren op ons YouTube kanaal en een stelling poneren. Want dan kun je een Max Verstappen cap uit de RTL GP shop winnen. Kees, toch wat toe te voegen? Nee, ik zou zeggen veel plezier. Indy, Monaco en onze voorspellingen. Dus tot volgende week. Ja, het wordt een mooie zondag.